mag ik jou eens vragen? Ja. Waarom ben je nog wakker? Ik kom net van vakantie. Kom je van vakantie? Waar ben je heen geweest? Lissabon. Ja. En dan ben je pas net geland? Ja, nou, ik was nog even met een vriendje naar een café gegaan. Oh, ik ruik nu ook wel alcohol. Ik krijg rooktrek van. Ja? Ja, snap ik. En wat ga je nu doen dan? Nu naar huis. Nu naar huis? Ja. Slapen? Ja. Ben je er klaar mee? Ja. Was een kutvlucht. Ja, eigenlijk wel. Goedkoper zeker. Ja. Ja, hè? Meid, duik lekker je bed in. Het is veel te koud om hier met een mongool te praten. Nee, ik bedoel mezelf, nee, hè? Ik zeg, ga. Jezus. Ga. Hola, señorita. Of zeggen ze dat niet in Portugal? Dan praten ze Braziliaans natuurlijk in Portugal. Dat was ik even vergeten. Of nee, ze praten Portugees in Brazilië, dat is het. Sorry. Dat heeft niemand mij ooit uitgelegd. Deze mevrouw. Hoi. Is gewoon open. Hey, hallo. Ik ben Annemiek. Ik ben Rianne. Welkom. Dank u. Welkom waar? Welkom bij het stoelenproject. Het stoelenproject? Ja. Hallo. Oh, er wordt hier geslapen. Er wordt hier geslapen. Waar ben ik beland, Annemiek? Je bent beland bij het stoelenproject. De meest laagdrempelige dakloze en thuisloze opvang in Amsterdam. Oké. Okay. En waarom zijn we zo laagdrempelig? Nou, wij controleren niet wie je bent. Wij kijken niet of je verblijfsvergunning hebt, of je verslaafd bent. We kijken niet of je geestelijke problemen hebt. Iedereen is hier gewoon welkom. Zo? Er zitten wel een paar beperkingen aan. We hebben niet meer dan 50 plekken per nacht. Er zullen er ook wel eens nachten zijn dat je mensen dan moet weigeren. Ja, dan heb je er 50 binnen en buiten staan er nog 17 of 18. En die mogen er niet meer bij? Nee, die mogen er niet meer bij, want als de brandweer komt en die merkt dat je er meer dan 50 binnen hebt, dan sluiten ze de tent. Maar waar gaan die mensen dan naartoe? Onder een brug, op een bootje. Hele hoop blijven hier ook voor de deur hangen. Ja. En zuipen zich een stuk in hun kraag om de kou niet te vormen. Ja. En dat is schrijnend, maar het is niet anders. En dan moet je echt even een pantsertje om je hart heen leggen. En denken van, ja, oké, als je wil dat dit blijft bestaan, dan moet je gewoon hard zijn. Dan moet je aan de regels houden. Ja. En er zijn een paar regels. Dus geen drank, geen drugs, geen geweld en geen discriminatie. Dat is de enige regels die we hebben. Seks mag. Hier? Ja, mits discreet. In de zaal? Ja, gebeurt wel eens hoor. Ja? Ja, maak je geen zorgen. Nou, ik maak me helemaal geen zorgen. Nee, jij vindt het alleen maar leuk. Wie niet zou zeggen. Ja. Hoe ben jij hier terechtgekomen dan? Door een advertentie. Een advertentie? Een advertentie in de krant dat ze vrijwilligers zochten. Ik heb me ingeschreven en ik werkte hier al 3 jaar. En toen was er een leuke dakloze bieden. En ik vond hem leuk. Ik was verliefd. Oh, dit gaat een hele andere kant op nu. Ja, ik denk niet. En je mag geen contact met daklozen hebben als je hier werkt. Mm. Maar de beide coördinatoren dachten daar waarschijnlijk anders over. En die hebben ons gekoppeld aan elkaar. Nou, ik ben met hem getrouwd. Met iemand die hier kwam slapen? Ja. Iemand die bij die dakloos is geweest. En hij is hier ook komen werken. En we hebben al het werk hebben we al die jaren samen gedaan. En hij is dit jaar overleden. En ik had hem beloofd, wat er ook gebeurt, ik ga verder met het werk. Ga verder met de voedselbank, ga verder met het stoelenproject. En vandaar dat ik hier dus gewoon nog verder ga. En hij was enorm geliefd bij de jongens. Want ik kwam op een dag binnen, er hing een foto op hun verzoek. En dan zei ze altijd, Miek, hij slaapt nu bij ons hoor. Hij slaapt niet meer naast jou, hij slaapt bij ons. En toen kwam ik binnen en toen hing hij in een gouden lijstje. Dit is wat. Oh, dit is Ad. Herkennen we aan dezelfde tattoos? Ja, joh. Heb je helemaal dezelfde tattoos? Ja. Jezus, romantisch. Ja. Oh. Tegelijk met met Ad. We maakten er altijd een feestje van. Tattoo, daarna uit eten. Oh, gezellig. Klinkt goed. Is toch niet echt iets wat ik achter jou zou zoeken als ik jou zo zou zien op straat lopen? Nee, dat denk ik ook niet. Oh, mooi hoor. Ja. Ja. Ik mis hem nog iedere dag. Hij hangt hier prachtig. Ja, en als een soort beschermheilige. Hij
Ja, hij was een kanjer. In alle opzichten van het woord.